Na 16 jaar burgemeester van Zoeterwoude neemt Liesbeth Bloemen afscheid. Ze gaat met pensioen. En vandaag blikken we nog één keer terug op die 16 jaar burgemeesterschap. Hoe het allemaal begon, wat Liesbeth Bloemen heeft bereikt en wat ze de Zoeterwoudenaren mee wil geven. We hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Dus je mag je zeggen en ik mag ook je zeggen. Ja. Laten we eens even bij het begin beginnen. Gerard van der Hulst, die zat in de vertrouwenscommissie. Die was zelfs de voorzitter, als ik het goed heb. En dat was nogal wat in 2004. Ik was dus gemeenteraadslid tussen 1990 en 2010. En in die tijd was ik fractievoorzitter, een van de drie fractievoorzitters. En we hadden echt een hele roerige tijd achter de rug. Met name in de Leidse regio met Leiden die zijn blikken eerst richtte op de Zoeterwoudse polders. Steeds discussie over de zelfstandigheid van Zoeterwoude. En toen vertrok onze burgemeester Amy Koopmanschap. En toen werd het wel echt spannend. We kregen een interim, Ad Havermans, dat is de oud-burgemeester van Den Haag. Hij heeft ontzettend veel voor ons betekend. En we moesten als fractievoorzitters op het matje komen bij Jan Fransen, bij de commissaris van de koning. En koningin was dat toen. En Jan Fransen die was toen wel heel erg van schaalvergroting binnen de provincie, grotere gemeenten. Ook in de Leidse regio moest er wat gebeuren vanwege de onrust. Dus wij kregen wel te horen van, de vacature wordt opengesteld. Maar bedenk wel, het is niet voor eeuwig. En zodra het bestuurlijk gaat rommelen, dan kunnen er wel eens hele andere dingen gaan gebeuren. Ja, hoe was dat? Burgemeester worden van een gemeente waarvan eigenlijk de commissaris van de koningin zegt, al die kleine gemeentes, dat moet misschien wel anders. Dat wist ik niet. Want ik woonde in Den Haag en ik heb het Leidse Dagblad toentertijd nooit gelezen. Het zat eerlijk gezegd ook niet echt in de informatie die ik had gekregen. En ik wist wel dat de commissaris had gezegd dat de Leidse regio wat beter moest samenwerken. En later zei de commissaris, heeft een paar keer tegen mij gezegd, jullie zijn intrinsiek te klein. En als ik dan vroeg, wat betekent dat? Want ik heb geen idee wat dat was. Dan kreeg ik geen antwoord. En als ik dan dacht, laat ik nog een vraag stellen. Wat doen wij niet, wat we zouden moeten doen? Daar kreeg ik ook geen antwoord op. Dus ik dacht gewoon van, wij gaan als Zoeterwoude verder en we hebben het goed voor elkaar. Dus al dat gedoe is helemaal niet nodig, want wat mij betreft is het niet aan de orde. Wat heb je daar allemaal voor gedaan om Zoeterwoude zelfstandig te houden? Heb je daar invloed op als burgemeester? Nou, dat is heel beperkt. De mensen denken dat ik dat heb gedaan. En dan zeg ik, nee. En dat was het eind van wat Gerard ook zei net. Als er gedoe komt, politiek gedoe, dan gaat het niet goed. Dus de burgers en de raad en het college en dan ik dan ook hebben geen politiek gedoe georganiseerd. Of dat is ons niet overkomen. De burgerij staat allemaal als één man achter wat de gemeente doet op dit gebied en op een heleboel andere gebieden ook. Dus wij zijn heel stabiel. Als je op dit moment kijkt, de gemeente in de regio, de Leidse regio. In mijn 15 jaar is er niemand tussendoor weggegaan. Terwijl op dit moment alleen al sinds 2018 in iedere Leidse regio gemeente is er wel iemand weggegaan, om welke reden dan ook. En dat geeft dan toch iets. Mijn vertrek nu, dat betekent dat er een andere dynamiek komt. Dat moet je niet te vaak hebben. Op de momenten dat we er vroegen en op de momenten dat zij dacht dat het leuk was om daar te zijn, was ze er altijd wel. Liesbeth is overal, ja. Ik weet het nu vanuit een aantal andere besturen waar ik in zit. Ik zit bijvoorbeeld in het kerkbestuur van de Goede Herderkerk. Als er iets bijzonders is en je nodigt Liesbeth uit, dan is ze er ook. Dan laat ze zich zien. Dat is wel heel leuk. Een heel benaderbare burgemeester, die heel erg geprobeerd heeft goed in contact te staan met de Zoeterwoudse bevolking. Ze is vrijwel alle jaren jurylid geweest van het huttenbouwproject op zaterdagochtend met de jeugd, wat de JAR organiseerde. Ze heeft een aantal keren de trekking van de loterij gedaan en volgens ons, maar dat weten we niet helemaal zeker, heeft ze ook nog meegedaan met de ochtendwandelingen, douwtrappen. Dus ze is eigenlijk altijd wel elke dag aanwezig geweest. Ja. Het was voor mij een jaar of twee geleden dat ik op de Dorpsstraat haar tegenkwam rond de paasperiode. En dat ik aan haar vroeg van
burgemeester, vrolijk Pasen, wilt u mijn paasmandje kijken? Daar zaten toen een paar jonge eendjes in en eentje daarvan was nogal zwak. En ik kom er vervolgens 2 weken later weer tegen. En weer toont ze interesse inderdaad in het mandje. Oh, schattig. En zegt ze, oh, heeft die ene klein het net niet gered? En dat heeft ze gewoon onthouden. Dus dat vond ik heel lief en betrokken burgemeester. Een lieve betrokken burgemeester. Je was wel echt overal. Hoe doe je dat? Heb je iemand die de agenda beheert? Ja, het secretariaat. En als ik een uitnodiging krijg, dan bepaal ik zelf of ik naar naartoe ga. En in principe, als je wordt uitgenodigd, dan ga je daar naartoe. Ja, niet iedereen heeft daar tijd voor. Je hebt ook vaker gezegd, ik ben alleen, dus ik hoef met niemand rekening te houden. Was dat ook een beetje de kracht van uw burgemeesterschap? Je kon overal zijn, omdat je het ook... Ja, je hoefde ook met niemand rekening te houden. Je zou misschien zelfs wel kunnen zeggen dat Zoeterwoude was de partner. Nou, dat weet ik niet, maar of dat de kracht is, weet ik niet. Want ik heb dus geen partner, dus want die doet dan andere dingen die ik zelf nu thuis moet doen. Ik vind het ook gewoon leuk. Ja, als het een opgave zou zijn geweest, een aantal van die dingen, dan zou je hopen dat je een smoes hebt. Maar ik vind gewoon omgaan met mensen leuk. En het is overigens leuk, ik ben bezig met die tournee. En eigenlijk bij alle gesprekken wordt inderdaad die benaderbaarheid wordt benadrukt. En dan denk ik, ja, nou, dat klopt ook. Maar dat komt ook omdat ik nieuwsgierig ben en het leuk vind. Ja, was er eigenlijk ruimte voor een partner geweest? Nou, als die al het huishoudelijke zou doen, dan zou ik daar erg blij mee zijn geweest. Nou, we kunnen een oproep doen. Een beetje een huishoudelijk type graag, ja. Ja. Nee, ja, de nieuwe burgemeester die is van plan om hier direct te komen wonen, samen met zijn vrouw. Uit mijn gegevens blijkt dat je pas na 6 jaar naar Zoeterwoude verhuisd bent. Vanaf Den Haag was toch een klein stukje. Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, het is 5,5 jaar, maar ik kon niet direct een woning vinden. Dus ik heb gekeken en toen op een gegeven moment was natuurlijk dat project min of meer naast het gemeentehuis. En ik weet dat er altijd problemen zijn, of vaak problemen zijn met burgemeesters en huizen en huizen claimen. Dus ik dacht, ja, ik hou me wat op de vlakte, want als ik mijn vinger opsteek, dan komt er iets van, ja, dan mag zij als eerste kiezen. Maar toen zei je wethouder Mirjam Matesch op een gegeven moment van, zou jij in dat project willen wonen? Waarop ik meteen zei, ja, die woning. En toen zei ze, ik zei, maar ik ga hem zelf niet claimen. Toen zei ze, nou, dan ga ik regelen dat de gemeenteraad hem voor je claimt. Dus dat is een raadsbesluit geworden om bij dus de ontwikkelaar te vragen om die woning aan mij te verkopen. En het gevolg was toen dat in de krant stond, dat verschillende mensen op straat zeiden, wat leuk dat je daar gaat wonen. En niet zoiets van, oh jee, nou is er allerlei handjeklap geweest. En toen duurde het geloof ik nog 2 of 2,5 jaar voordat die woningen er stonden. Het liep, dacht ik, nog een bezwaar. Ja, en het is geen ambtswoning, hè, voor de duidelijkheid? Het is geen ambtswoning, dus ik kan gewoon lekker blijven wonen waar ik graag woon. Ja, want u gaat niet meer terug naar Den Haag? Nee. En Amerika? Nou, echt langdurig wonen in Amerika, dat heb ik nooit overwogen. Ik heb er 3/4 jaar gewoond, een studiejaar. Ik zou niet weten waar in Amerika ik zou moeten gaan wonen. En met de huidige situatie daar. En dat is eigenlijk al na 9/11 voel je daar toch niet helemaal meer welkom. Want buitenlanders worden nogal... op een andere manier bejegend dan Amerikanen. Dat is wat minder prettig. De vrienden die ik heb is natuurlijk fantastisch. Maar om daar als buitenlander te zijn, dat weet ik niet. Heb je een aantal, in zo'n kleine gemeente ontkom je er niet aan dat de burgemeester ook eigen portefeuilles heeft. Je hebt je bezig gehouden met jeugd en met de afval en duurzaamheid. En met die eerste wil ik even beginnen, want we hebben een aantal fragmenten achter elkaar gezet waarvan ik denk, hé, dat is opvallend. Het schoolplein is nog niet helemaal begroeid. Ik hoorde al dat er een klacht was van, ja, mijn kind wordt vies. Hallo, je kind wordt geacht vies te worden. Nou, we hebben een hele mooie hangplek gecreëerd voor tieners, zeg maar. Maar er zitten oudere
personen die overlast veroorzaken, drinken, blowen en heel veel lawaai maken. Drinken en blowen, als je dat in die plek doet, is niet zo erg. Maar heel veel lawaai maken tot diep in de nacht. En daar hebben burgers last van. En u zegt ouderen, moet ik dan aan senioren denken? Nee, want die liggen in bed s'avonds. Nee, ik sprak vorige week met een paar twintigers. En ik hoorde net in de raad dat het ook ouderen, misschien wel begin dertigers zouden kunnen zijn. Maar ik heb twintigers gesproken. Hoi Lisbeth, Simone hier van de Jongerenadviesraad. Ik wil je graag bedanken voor het vertrouwen dat je in mij en de andere leden van de JAR hebt gegeven. En dat je ons altijd hebt geholpen op de momenten dat wij er toch niet helemaal uitkwamen. Je kwam met ideeën en daar waren we heel blij mee. Dankjewel voor alles. Ja, even ondeugend zijn is prima. Maar stout zijn? Nee, dat kan natuurlijk niet. En ook burgemeesters moeten lief zijn. Ja, burgemeesters moeten lief zijn. Je zei het bij de intocht van Sinterklaas. Je mag ook af en toe best ondeugend zijn. Wanneer ben je als burgemeester voor het laatst ondeugend geweest? Of als Lisbeth Bloemen? Ja, dan moet ik toch in mijn jeugd kijken, denk ik. Want vanaf dat je 18 bent, heb je natuurlijk wat meer verantwoordelijkheden. Maar ik kom uit een groot gezin. Dus boven mij 4 broers voordat er weer een zusje komt. En ja, wij hebben wel dingen gedaan die je achteraf denkt, nou. Overigens heb ik in mijn studententijd ook wel eens dronken gereden. Oh. Ja, gelukkig niet gepakt. Ja. Nou ja, gelukkig ja. jeugd, dat was echt uw ding. Jeugd, dat was echt je ding. Je hebt ook de JAR mede opgericht. Wat is de JAR eigenlijk? Of bestond die al toen je burgemeester werd? Mary Mathes, die deed voordat ik kwam ook jeugd. En die had dat al bedacht. Dus er was al een rudimentair begin en dat is verder uitgewerkt. En dat zijn dus tieners die meedenken over beleid, eigen dingen hadden. Het wifi in de dorpen is van hun, hebben wij dan gesteund. En het is wat jammer dat de laatste jaren jongeren zich niet meer opgeven. Dus met de kindergemeenteraad zeggen ze, oh wat leuk, dat willen we doen. Maar als dan puntje bij paaltje komt, doen ze niet mee. Dus het is op dit moment bijna non-existent. Ja, de jeugd die veroorzaakt ook wel eens problemen, net als in de grote stad. Toch heb je altijd eigenlijk met alle kinderen een goede band gehouden. Ik groet iedereen altijd, maar de kinderen ook. En dan is het ook wel leuk dat gisteren was ik even op de Rijndijk, net toen de school uitging. En dat kinderen uit zichzelf ook hallo roepen. Dan denk ik, ja, dat is Zoeterwoude. Dat moeten we met z'n allen behouden. Maak je daar wel zorgen om? Want we gaan natuurlijk flink groeien met alle huizen die gebouwd worden. Ja, en dat is de plicht van iedereen die wil dat we blijven zoals we blijven. Of daarin ook groeien, want anders stilstand is niet goed. Daar moet je ook zelf in investeren. In de wat oudere jeugd, daar heb ik wel wat de gedoe en problemen mee gehad. En dat was, iedereen heeft het altijd over utopia, maar utopia aan zich is een prima voorziening. Het is alleen de bezoekers die het erg leuk vinden als ze enkele of zeer veel alcohol hebben gedronken, dat ze dan auto's kapot maken. Er is wel eens een steen door een ruit gegaan. Dan denk ik, ja, dat is alleen maar alcoholisch overmoed. En dat vind ik, dat kunnen we niet tolereren. Dat je daar op zich een voorziening hebt. Maar ja, alcohol daar verbieden werkt ook niet. Want 10, 15 biertjes drink je met gemak. Maar 10, 15 colaatjes. Of zelfs, ik drink geen alcohol meer, hè, na mijn studie. Spaatjes. Hè, 1,5 fles spa. Dat drink je ook niet op een avond. En ze moeten het van de opzet hebben. Over auto's gesproken, er is een verhaal dat je auto een keer gestolen was. Ja. Hoe zat dat? Ik kwam terug ergens vandaan en ik reed op de Ambachtsherenweg. En toen was er een auto aan het draaien en ik had een afspraak op het gemeentehuis. En ik had nog 2 of 3 minuten. Toen dacht ik, weet je wat, dan zit ik bij de Kameleon de auto neer. Dan loop ik snel
naar het gemeentehuis. En dan in de pauze haal ik de auto weer op. Straal vergeten. En zegt dat dat op een dinsdag was. En op de vrijdag wilde ik wat halen. En zaterdag moest ik ook nog ergens anders naartoe. Was dus helemaal vergeten. Dus ja, nou, mijn auto gestolen. Of weg. Dus zelfs bij de politie gemeld. Nou, als een burgemeester zoiets meldt. En ik weet niet of dat voor daarna... Twee voorwielen zijn ook een keer gestolen. Denk je iets van, ja, heeft dat met asielzoekers te maken? Dat speelde ook allemaal ongeveer in die tijd. Nou, dus dat werd groots aangepakt. En de dinsdag erop in het college kwam iemand binnenlopen van... Lisbeth, ik denk dat ik de auto heb gezien. Er staat daar en daar. Waarop ik meteen zei... Dat klopt. Maar iedereen was al dus in de, nou, in alle staten. En het was gewoon Alzheimer light. wat geen Alzheimer light is, maar een hele serieuze ziekte, dat is corona. Het laatste jaar van je burgemeesterschap is daar behoorlijk door bepaald. En er waren een paar bijzondere momenten dit jaar. De dames, de Bruiker, Oppen, Van Houten, Koenen en Van der Kooi. En de heren Pannenbakker, Goosen, Baks, Van Veen, Paardenkoper en Onderwater. Na het opnoemen van de namen van de afwezige raadsleden concludeerde burgemeester Lisbeth Bloemen donderdag dat de opkomst te klein was om de raadsvergadering door te laten gaan. Dus ik stel vast dat er twee leden aanwezig zijn. Alleen twee leden van Progressief Zoeterwoude trokken ondanks de coronacrisis naar het gemeentehuis. Het is 4 mei 2020 en ik sta hier in een lege en stille dorpskerk. Door het coronavirus is de dodenherdenking anders dan anders. Normaal is de kerk vol. Er is muziek, er zijn toespraken en gedichten. De veteranen hebben een ereplaats. Vandaag is het hier leeg. En toch herdenken we vandaag. Ja, dat heeft op mij de meeste indruk gemaakt dit jaar. Dat wij met z'n tweeën in de kerk stonden hier in het dorp. En ja, dat je toch de toespraak hebt gehouden. Hoe was dat? Ja, uitermate vreemd. Bizar. Maar je kan je niet eronder laten duwen door zoiets als corona. Dan moet je creatief zijn. En uiteindelijk hebben we als college met ook het 4 en 5 mei comité en ik dacht ook veteranen, dus met 6 of 7 personen de bloemen gelegd bij ons monument. En ik dacht, er moet toch iets gedaan worden. Dus toen was maar van, nou, dan doe ik het in de kerk. Het is integraal uitgezonden. Dus degene die het hebben willen zien en wilde mee herdenken. Anders was het zo koud en kil. Dus op deze manier denk ik dat we het op een hele ingetogen corona manier hebben kunnen doen. En het was dus eigenlijk nog, had meer impact daarvoor. Op de begraafplaats daar is 1 oorlogsgraf. En voordat ik mijn toespraak deed, liep ik even naar dat oorlogsgraf. Omdat daar ga ik altijd op 4 mei even langs. En er was iemand bezig dat graf te verzorgen. Dus iemand in de omgeving van degene die daar ligt. En toen heb ik die mevrouw ook uitgenodigd. Van, nou, het is een lege kerk, maar loop even binnen. Dan kan jij ook meeleven. En nou, dat geeft dan best emotie, hè, dat je zoiets kan doen. En dat er dus ook dat graf nog steeds door nabestaanden of vrienden, familie van nabestaanden, dan verzorgd wordt. Dat vind ik prachtig. En dat, het is sinds 1940, in 40 bij het begin van de oorlog, is die omgekomen. En ik heb nog steeds dat ik zeg van mensen, als je langs dat monumentje komt, lees nou even die namen, even bewust. En denk dan aan dat wij in vrijheid leven.
Overigens, mijn afscheidstoernooi is ook dankzij corona. En dat is, vind ik, voor mij een fantastisch succes. Ik weet niet of ik dat had gedaan als er geen corona was geweest. Ja, want je gaat bij iedereen op bezoek die dat wil. En ik begrijp zelfs dat ook nog na deze week er genoeg afspraken staan. Ja, er zijn een paar die dus er niet meer in konden worden gezet. En toen zei ik, ja nou, na 3 oktober heb ik heel veel tijd. Dus zet maar in. Dus, er staan er een paar. En nu komen we ook met vrijdag, kan de receptie, het aantal mensen was al beperkt. Nou, ik mag nu 15 mensen of zo uitnodigen. Maar er zouden 35, 40 mensen komen. Dus die krijgen vandaag een berichtje. Van nou, je mag niet komen, maar je kan wel eventueel een afspraak maken met Lisbeth of een mailtje of wat dan ook. Dus dan moet ik ook of één op één of op een andere manier afscheid van nemen. Dat, op zich is dat jammer. Van de andere kant, één op één of één op drie geeft wel, want dan, hè, dan hebben we 1,5 uur of zo in plaats van een minuut tijdens de receptie. Je hebt hele leuke gesprekken en leuke herinneringen en leuke nieuwe dingen. Dus die tournee is fantastisch en die loopt gewoon dus straks nog verder. En daarna ga je in een jaar niks doen, heb je gezegd. Nou, ik laat mijn gezicht niet zien in Zoeterwoude. Althans, ik doe natuurlijk wel boodschappen. Maar als er activiteiten zijn van de gemeente, nou, misschien de nieuwjaarsreceptie kom ik. Maar als er dus een hoorzitting over iets is, dan denk ik, nee, daar ga ik dus niet naartoe. Dan over een jaar is Fred ingeburgerd en dan vind ik, daar kan ik wel komen. Heb je eigenlijk nog contact met Fred, zo vlak voor de overgang van burgemeesterschap? Nou, ik had de dag dat zijn naam bekend was, had ik toevallig ook zijn telefoonnummer gekregen. Want ik had hem een mail gestuurd over jeugd. Dat hij iets voor mij, dat hij iets moest gaan doen. En dus ik heb hem meteen een appje gestuurd. En inmiddels heb ik 2 keer 1,5 uur met hem gepraat om te vertellen. En dan is het niet zozeer feitenkennis. Dat hoort je wel van ambtenaren of collegeleden. Maar meer iets over cultuur, de manier waarop wij met elkaar omgaan. Wel een paar moeilijke dossiers die hier liggen en die ik niet af kan maken. Zo van, dat, weet dat dat speelt. Nou, als we gaan kijken naar wat jij wil meegeven aan de bewoners, kan ik zo inschatten dat het iets met duurzaamheid en afval scheiden te maken heeft. Vorige week ben ik bij je thuis geweest en heb je me laten zien hoe je thuis omgaat met afval. Dit is deel 1 van mijn waterstaatwerken. Het zijn dus 2 dingen met 200 liter. Die komt hier van de regenpijpen zo hierin. En dan vult hij zich. En als de ene gevuld is en de andere, hij staat een beetje scheef omdat hij hier natuurlijk afloopt. Loopt dus nu water van deze naar achteren. Hè, want omdat daar het trekt, loopt deze ook mee leeg. Dus daar kan overigens maar 100 liter in. Dus ik moet op tijd, ik moet zo even de wekker zetten, dat ik hem niet laat overstromen en weg ga gooien. Dus dat is hier. Dit jaar was het zo droog dat de appels waren keihard. Dus ze zagen er prachtig uit, ook groot. Maar ze waren keihard geworden. Dus ik heb appelmoes gemaakt en daarna water bij moeten gooien. Ja, dit is een beetje een zielig. Want ik ga 's nachts, 's avonds op jacht naar naaktslakken. Dit is voor plastic. Dit is gewoon afval. 3 weken lang voordat het vol is. En dan hier aan de achterkant. Klein papier. Ik heb net vanmorgen opgeruimd. Dus dat gaat hierin. En dit is een ding van de IKEA. Waar je iets met luiers en de babyafdeling moet je hem hebben. En als je er dan even, hè, rood, wit, blauw is het. Wieltjes onder zet, dan kan je hem overal naartoe rijden en staat hij niet in de weg in de keuken. Het is allemaal niet moeilijk, ik moet er even over nadenken. Ik ben natuurlijk alleen, dus ik kan zelf bepalen, er zijn niet andere mensen die last van hebben. Dit is oud papier, zit hierin. En daar gebruik ik altijd dozen voor van de gemeente waar kopieerpapier wordt opgehaald. Dus dat moet ik nog even regelen. Die zet ik dus open met de mond en dan duw ik het erin. En dan dit is een wat grotere doos, maar normaal is een doos ongeveer 10 kilo. Want ik weeg alles, hè? Je weegt alles? Ja. En wat komt er dan uit? Nou, daar komt uit dat ik
per jaar een 13, 15 kilo restafval heb op een totaal van, grof gezegd, 300 kilo. Dus dat is een percentage van 5 of zo. En al de rest gaat naar, dat is dus grondstof. Dat gaat dus weg. Ik composteer ook zelf. Dus onkruid mag met de gemeente mee. En wat niet onkruid is, maak ik zelf compost van. Daar heb ik ook een zeef voor. Of nou, ontworpen, bedacht en laten maken. En dat gebruik ik dus ook weer in de tuin. Ja, ik denk dat heel veel Zoetewoudenaren een voorbeeld kunnen nemen aan de beperkte hoeveelheid afval. Of restafval, moeten we eigenlijk zeggen. Je hebt in Zoetewouden heel veel bereikt wat afval betreft. Eigenlijk zo goed zijn we gaan scheiden dat er geld tekort kwam om het allemaal nog te verwerken. Hoe zit dat nou precies? Moeten we nou betalen omdat we goed afval scheiden? Nou, we betalen minder dan andere gemeenten. Dus dat is het probleem. Maar restafval heeft altijd, hè, dat betaalde je per kilo. Of nu per zak, grote zak, 1,5 euro. Dat de kosten van de verwerking en het ophalen is wat minder dan wat je betaalt. Dus dat dekt de andere stoffen. Nou, toen men, doordat we ondergrond zijn gegaan van, zeg, het eerst werd 80 en nu 70 en het afgelopen jaar 40 kilo per inwoner, betaalt men dus minder aan de gedifferentieerde tarief. Maar die andere fracties, die moeten wel ook worden afgevoerd. Dus als je je moet niet denken dat het goedkoper wordt als je beter scheidt. Nee, je bent voor het milieu beter bezig. Het is voor het leven over x jaar beter dat we dingen hergebruiken. Je moet het zien als een spel van ik ga zo min mogelijk afval hebben. Ik ga ten eerste voorkomen natuurlijk en wat ik daar heb zorgen dat het op de goede manier wordt afgevoerd. En dan is het beter voor het milieu. Nou, dat doe ik en ik ben er een beetje extreem in. Maar voor mij is het een spel. Ik heb in het afval gezeten toen ik ambtenaar was. Ja, dan krijg je een klap van de molen. En voor mij is het dus een spel. En daarom weeg ik dat. Belachelijk, maar goed. Als er nou één tip is die je aan alle Zoetewoudenaren kan meegeven, dat ze iets duurzamer kunnen zijn, wat is dan die tip? Nou, ja duurzaam is gewoon goed scheiden. Waar ik even aan denk, doe een takje tussen, als je de bak hebt met de groene deksel, doe daar even een takje tussen. Dan komt er dus lucht bij het GFT. Dat droogt. En dat betekent dat die kilo appelschillen of wat dan ook, die vermindert en dat wordt 500 gram. En als we dat allemaal doen, dan gaat dus die x aantal keer 500 gram naar de verwerker. Dat wordt gewogen. En dat wordt dus niet een kilo, maar 500 gram gewogen. En dat scheelt in de portemonnee. Dus als we allemaal even, en zet alsjeblieft die groene bak alleen maar buiten als die tussen nu en de volgende keer vol is. En door dat takje erin droogt het in. Dan komen er ook geen stanken, komen geen schimmels. Want het is gewoon gedroogd spul. Hoe zit dat nou met die naakslakken in de tuin? Nou, dat is hartstikke goed dat die. Ik gooi ze als ik ze heb gevangen, dan gooi ik ze in mijn eigen famvat. Want hun mest is weer mijn compost. Dus ik verdrink ze niet, ik stamp ze niet. Nee, ik pak ze op. Een vieze, glimmerig gedoe. En gooi ze in mijn famvat. En als ze dan 3 weken later uit zijn gewandeld en weer op die plek zijn, ja, nou dan zeg ik, daar ben ik weer, huppatee. Bedankt voor dit interview. Heel gaaf dat we een kijkje zo dichtbij mochten komen. En dat je bijna 16 jaar lang onze burgemeester bent geweest. Het laatste woord aan de nu nog burgemeester. Ik zou je willen vragen, heb je nog een boodschap aan de inwoners van Zoeterwoude? Ja, Zoeterwoudenaren, blijf Zoeterwouds. Blijf elkaar groeten. Let op elkaar. Hou elkaar een beetje in de gaten, maar niet te veel bovenop elkaar. Het is een gouden plekje hier in de Randstad. En dat kunnen we alleen wij samen zo houden. Dank jullie wel voor het vertrouwen voor die bijna 16 jaar.
president, je bent de top 5. Dankjewel.